Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Hallo lieve mensen, welkom bij de eerste ronde in het Xbox seizoen. En ik ben hier met Milo. Zeker. Milo, kijk eens wat het team. Zo, dat zijn lekkere teampjes. En natuurlijk Rosheuvel. Hoort ook bij. Kijk, je kan R9 hebben. Maar Rosheuvel heeft geen team of dier gekregen. Nee. Valt me weer tegen. Natuurlijk het Xbox seizoen. Zo is dat. Speelronde 1. Ja. Pool A. Ja. Als ik me niet vergis. Pool C. Pool C, ja. Pool C. Bas, even nou. Ja, nee, het is dag 1, dat weet ik. Maar welke kopje erbij houden? Nee, maar nou. Bas, in hoeverre denk jij dat het de overgang naar Xbox uit gaat maken? Voor Menno denk ik wel. Ja? Omdat hij een PlayStation-speler is. Maar Renzo is eigenlijk een Xbox-speler. Kijk eens. En dan kijk is eens, oké. El Tornadootje ervoor zet. Het is duidelijk wie de toon zet hier. Dat is Renzo Umrausing. Hier een one-time finesse. Zo is dat. Grijs getimed. Ja. Ja, nee. Ik vind het lastig nu nog wat te zeggen. Want het is nu een keer. Zeg je niks meer? Nou, dan ben ik ook gewoon klaar. Oké. Zal ik gewoon stoppen nu? Ja. Oké. Nee, maar het is weet je, zo'n eerste wedstrijd is altijd een wedstrijd op zich. Precies. Tuurlijk, het is natuurlijk zo dat die gasten willen de eerste wedstrijd zeker niet verliezen. Nog steeds werken we in het poolsysteem. Dus in ieder geval niet verliezen, denk ik. Zo, je trapt wel over een paar open deuren in, hè? Ja, maar weet je, die open deuren die zijn er niet voor niks. Nee, precies. Die moeten ook ingetrapt worden door iemand. En ik neem die de honneurs waar. Nee, maar dat doe je echt goed, dat doe je echt goed. Dat meen ik serieus. Dankjewel. We hebben hier natuurlijk Ramos. Ik heb dus gehoord dat hij een hogere agility heeft dan Messi. Hoorde ik ook, ja. Maar ik hoorde ook dat bijvoorbeeld Mbappé hogere koppen heeft dan Van Dijk. Ja. En ik hoorde zelfs ook dat Rosheuvel over algemeen zelfs beter is in-game dan alle teams. Dat schijnt het. Dat is een soort glitch. Ja? Ja, kleintje. De Rosheuvel glitch. Ja. Zo heet hij ook. Kijk, het lijkt dus dat hij niet beter is, maar in-game is dus wel zo. Is echt niet normaal. Ik hoop dat we het vanavond kunnen zien. Huh? Menno is de enige die dat weet. Ja, die heeft hij eigenlijk. En wij dus. Maar ja. Maar hij heeft ons in het geheim verteld. Dat doen je ook wel mensen. Ik denk dat na deze uitzending iedereen nu Rosheuvel gaan gebruiken. Dat zou wel terecht zijn, denk ik. Ja. Ik zou hem ook price fixen voor 10k. Dat is die minstens waard. Hier dan. Nee, maar. Oeh! Bijna de 1-0. Goeie save. Jij denkt je bent safe? We hebben natuurlijk ook de Team of the Year kaarten. Want we zitten natuurlijk in het nieuwe jaar. Is dat zo? Ja. We zijn de Team of the Year van 2018 natuurlijk. Ja, precies. Precies. En de Team of the Year kaarten, die ga je natuurlijk heel veel zien nu. Want volgens mij. In team of the Year zie je steeds meer. Heel mooi. Ja, dat vind ik leuk. Ook zo uit het losse polsje. Ja. Ik heb er even mee schud zo. Uit het mouwtje. Ja, sowieso. Nee, maar de Team of the Year is natuurlijk gewoon heel erg goed. Ja. Ja, dat zijn even van die ook. Ik wil niet zeggen dat ook een open deur ga is. Ga je voor het wereldrecord vandaag? Of niet? Ik ben goed op weg, ja. Ja, oké, de bal is rond. Nu heb ik ook al af. Nou, zal ik hem bij jou, anders even gewoon hier bingo. Oh, ja, een soort bingo. De open deuren intra bingo. Bas, nog even één dingetje tussen jou en mij, oké? Het blijft natuurlijk 11 tegen 11. Ja, oké. Ik heb me bijna aan de horizontale rij. Ja, oké. Ja. Wat heb je nog nodig? Ik heb nog nodig, als je niet schiet, dan kan je niet scoren. Oké. Dus tenzij het een eigen doelpunt is. Huh? Tenzij het een eigen doelpunt is. Ja, maar dan scoor je zelf niet. Nee, precies, op die manier. Oké. Dan scoor je, dan scoor je zelf kijken, wel, maar niet voor jouw team. Precies. Kijk. Dat is ook zo inderdaad. Nooit geschoten is altijd mis. Ja, mooi. Je moet vanaf de eerste minuut volle bak gaan. Tuurlijk. Kijk, elke wedstrijd is een finale op zich. Ja, maar Bas, ik word nu ook een beetje moe van. Ja? Ja, merk ik aan mezelf. Ik ben er al door jij dan. Fysieke ongemakken. Ja? Ja. Echt? Maakt niet uit. Zolang ik mentaal maar goed zit. Dat is altijd prima. Dat is het beste. Je kent me, je weet dat het kijk, want je kan nog zo afgetreden zijn met het kopje. Het kopje, daar begint het allemaal mee. Ik heb vele jongens gezien in de voetballerij. Ja. Zulke goede voetballers, maar het kopje. Interne chip. Ja. Hier Gullit dan van Fortuna. Fortuna die natuurlijk de bovenhand heeft. En dat zeg ik zeker. Natuurlijk omdat wekelijks Renzo beter presteert dan Menno. Ja, ja normaal gesproken wel. Ja. Maar niet goed, normaal gesproken, gewoon eigenlijk altijd. Ja, nee, is ook zo, maar weet je. Vind je dat je een beetje te veel aanval? Nee. Ja, wij mogen best wel stevig erop ingaan, we mogen best wel gas geven. Ja? Maar we schrijven Menno nog niet af. Dus kijk die rugnummers trouwens van Fortuna, opvallend groot. Ja. Maar dat zou in het echt ook zo zijn dan, want ze hebben waarschijnlijk het shirt gewoon nagemaakt. Dat hoop ik. Of ze hebben het toch missen gaan. Zou je wel denken, ja. Hier Rosheuvel, daar gaat hij. Zijn we? Kijk eens. Hier wordt even gepast. Ronaldo, linkerkantje helemaal vrij. Online. Ruimte is daar. En La Croqueta, keer 2, keer 3. Oh. Nog steeds die bal. Oh, direct back. Heel lekker. Bij het spel is dit. Ja. Ja. Zonde. Toch een kansje voor Menno daar. Oké, okay, wat zeg je? Ja. Een beetje heel sneaky inderdaad toch een beetje naar de aanval. Glipt er doorheen. Precies. Een slinkse aanval. Maar goed, dan toch op het laatste moment buitenspel. En houd het gewoon op. Ja. Als je een goede scheidsrecht hebt, kunnen we lang of kort over praten, dan is het gewoon klaar. Precies. Hier, Kijk, hier die Mbappé even onderschept.
Hier weer Rosheuvel. Kijk eens, die Rosheuvel, jongens. Is er niet moeilijk over. Zijn die in-game stats? Abnormaal. Het zijn die hidden stats, hè? Ja. Die zie je niet op zijn basic card. Ondertussen. Het is een hidden gem in de game. Een ongepolijste diamant. Ruw. Als je kijkt naar zijn kopje, dan glinstert hij wel aan, hoor. Tuurlijk, ja. Een beetje zweet op zit. Hier, gul het. Oh, dat weet je? Ja, nee, meestal met kale hoofd, als je dan een beetje zweet, wordt het een beetje vochtig. En als er dan de stadionlamp op staat, glimmig. Is de kans groot dat het glimt. Dan is het glimmig geblazen. Ja. Shine. Lekker een melody. Shine? Ik ken dat woord niet. Ja, dat wel, maar hij is te laag. Ja. Kleine memes gewoon weer. Dat zijn kleine memes. Kleine memes. Hier die is, moet ook kunnen, vind ik. Mbappé versus Rosheuvel. Mbappé dus. Mbappé is iets sneller. Toch apart, want in game is toch Rosheuvel iets beter. Doe. Ronaldo met nummer 14. Ja. Vieira met nummer 4. Typisch. En Gullit met nummer 7. Kan allemaal bij Fortuna. Heel mooi. Oh! Ja, nee, De Gea die heeft dat niet moeilijk over. Nee. Die raapt hem even op. Is het De Gea of De Gea? Ja, voor mij hebben we die discussie al vaak gehad. Ja. Je hebt er niet van geleerd. Nee, maar ik hou ook gewoon vast aan mijn eigen mening. In dit land mag ik voor mijn eigen mening hebben. Sterke persoonlijkheid. Ja, tuurlijk. Heel goed. Nee, maar dat is wel goed. Een ruggengraatje. Ja. Ja, een beste ruggengraatje, ik zo zie. Tuurlijk. Bijna 2 meter aangetikt. Het is een forse. Ja. Hier dan, een vrije trap van NAC. En een gele kaart erbij. Oh, is. Kijk, zie die rugnummers. Okay. Ja? Ja. Krijgen we dan een variant? We krijgen de e-sports variant. Luca. Rosheuvel. Oeh, niet schieten. Oeh, bijna een assistje voor Rosheuvel. Ja. Doet hij goed. Eigenlijk best raar. Ik denk dat hij met Rosheuvel beter voorstond dan met die Ronaldo in die hoek. Ja. Ja, het is niet anders. Hij wou niet te duidelijk maken dat hij glitst er is. Natuurlijk. Nog een beetje de kat uit de boom kijken misschien. Precies. Hier Marcelo. Even de kat van de Rosso even kijken. Hier Neymar, Messi. Oeh. Oh. Ja, NAC toch ook die zijn kansen krijgt hoor. Ja, Menno, die haakt nu toch aan in de wedstrijd. Ja. Menno is niet benauwd. Die laat van zich horen. Die laat zijn voeten spreken. Tuurlijk. Ja, en we er weer heen. Hier Marcelo. En dan die MP wegsturen. En die is razendsnel. Ja, die wordt nu geflitst momenteel, zie ik. Vlug als water. Oh. Marcelo, lekker hoor. Timothy en Marcelo, die je net zo goed als linksbuiten kan gebruiken als linksback. Ronaldo. Zelfs. Gullit. Alves. Iets enthousiast. Ja, ik vind het wel goed eigenlijk. Oh. Ga maar even door mee. Ruud Gullit, Vieira, Gullit. Gullit kan gaan schieten. Ja, Conquetta. Nee hoor. Jammer. Toch wel die emotie, die passie erin. Ja, ik voel het heel erg. Ja. Ja. Ik leef ook helemaal op naar. En we zijn helemaal los in deze pot. Dames en heren. Het gaat helemaal. Het gaat helemaal los. Dank het af. En dan zie je Arnhem met route nummer 11. Die Daniel Alves was hem even kwijt. Oh, is. Oh, dan nog even terug. En mijn andermaal verkocht. Oh, 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 oh. En dan de rebound. Leo Messi. Oh, is. Mooi gedaan. Oh, daar kan je hem timen. Maar dat goed, deed hij niet. Terugkapt. Ja, heel goed. De kleine dragback all on the floor. Precies. Dragback. All on the floor. Dragback. The fourth official has indicated. The minimum of 2 minutes. A minimum of 2 minutes. Ik zie dat jij Engels klas hebt genomen, Bas. Sowieso. Surely. Such a good pronunciation. Oh, een Elton Aron voorzet. Oh! Brr, brr. Het is Mbappé die kan springen en koppen. Na een Elton Aron voorzet. Ja. Ja, dat is heerlijk. En dan zie je toch die heading, hè? Ja. Die hoge heading van Mbappé. Ja. En natuurlijk aardig wat jumping ook erbij. Dat is een lekker doelpuntje. Ja, Menno, die zit ook met zijn handen in daar. Ja, die denkt, ja, ik heb kansen gehad. Tuurlijk. En dan gaat Mbappé gewisseld worden. Zag je dat MLP in de spits stond? Nee, het stond links. Hij switchte meer naar de spits en toen weer terug. Oh, oké. Okay. Okay. En dan ja, precies. Gaan we kijken wat de tweede helft gaat gebeuren. Ja, Menno moet nu langzaam toch nog meer gaan doen. Want hij ik wilde zeggen, hij moet langzaam wat gaan doen. Maar eigenlijk deed hij al best wel veel. Precies. Menno zat helemaal niet slecht in de wedstrijd. Ja, dat. Ja, nee, maar het feit dat Menno gewoon minstens net zoveel kans als Renzo creëert, is natuurlijk gewoon een heel goed teken. Ja. Dat hij dan valt, ja. Ja. Moet je niet vanuit het veld te slaan. Het kwartje moet een beetje de goede kant op vallen. Tuurlijk, de medaille heeft altijd 2 kanten. Precies. Hier zie je die Modric. Was het verder van dat we nu waarschijnlijk in alle teams een beetje wel dezelfde team van de eerste gaan zien? Ja. Het zijn de regels die ze hebben voorgelegd. Ja, je zou gek zijn als je het niet doet. Tuurlijk. Maar het is natuurlijk wel leuk persoonlijk dat zo'n Rosheuvel nu de voorzet geeft. Ja, dat is wel, vind je wel leuk. Ja, maar ik weet dat de e-sporters zelf daar niet zo'n fan van zijn. Dat gebeurt. Nee, denk je dat daar iets zit? Dat mensen denken, oh die Menno, die heeft dat gaat met die Rosheuvel? Maar ik zou maar zeggen, je neemt het niet serieus als je met een heel NAC team komt. Kijk, als je één speler erin zet, ja, dat is een leuke meme, maar... Kleine meme. Prima. Oh, is? Oh, heel lekker gespeeld. Ja. Corner.
toch een beetje. Keeperbal. Ja. Zie je toch af en toe een beetje de besluiteloosheid. Ja, zag ook omdat Renzo die keeper daar goed bewoog. Waardoor die hele soort van korte hoek afgedekt werd. Kan je ook niet veel. Precies. Als die verdediger er dan snel bij komt, ja, dan kom je van een heel koud kermisje thuis. Ja, die Renzo is sneller dan Ferrari Renzo, je weet. Fijn dat we dan gewoon dat je het weet. Precies, ja. Die gullet. Gewoon een Aldoutje. Hoe maak je die gullet dan? Waarom ook niet? Een aardige defensieve. Een blok van NAC. Inan, ja, Inan. Defensieve linie. Renzo die bereidt er een beetje doorheen. Precies. Je probeert een eind uit te breien nu. Maar lukt nog niet helemaal. Nee, hij gaat het toch nu missen. Dan die omschakeling met Rosheuvel. Die is er niet vies van, hoorde ik. Ja. Weet ik toevallig, heb ik het er heel rustig ervaren. Lekker gewoon. Alvast. Ja, prima. Heel goed. Kijk hier. Geen paniek. Geen paniek. Balletje bij Messi in. Eigenlijk vind ik dat belangrijk, dat je nooit paniek hebt. Nee, maar dat is zo. Alles komt goed, weet je. Alles. Tuurlijk. Altijd. Als je het kopje er maar bij houdt, Bas. Precies. Dat doe je altijd goed. Ja, ook jongen. Ik zie een goede ontwikkeling voor jou in de laatste jaren, jongen. Lekker, joh. Hey, dat vind ik goed. Je bent goed bezig. Oh? Ik weet nog die mooie tijden dat je zo blij was met de shout-out van Matty. Dat, je nog dat zijn de goede tijden, maar dat zou ik nog steeds zijn. Precies. We gaan bij daarom zie ik een goede ontwikkeling, weet je. Tuurlijk, die stijgende lijn moet je hebben. Nu dan, over stijgende lijn gesproken. Oei. Of stijgen dan eigenlijk, ja. Ik wilde zeggen, als hier 2-0 aankomt, zou het natuurlijk goed zijn. Maar dat komt daar weer niet. Kijk, het is ook niet dat ze mijn commentaar even mee omhoog helpen. Ja, Ruby full 9. Precies. 6-7-4 heeft op start gedrukt. Ik zie het. Ik denk dat Menno is. Denk ik ook, ja. Die is natuurlijk het meeste paard bij een wisseltje. Gaat een paar aanpassingen doen. Waarom ook niet? Ah, team die een Messi even in laten vallen. Je kan ook die team, want je kan het natuurlijk inbrengen voor wat defensiever. Maar heeft dat toevallig te maken met jouw voorkeur voor Chelsea? Nee, heeft het niks mee te maken, Bas. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb hem in mijn team. Ja, oké, dat vind ik heel goed aangezien die van Chelsea. Ja. Het heeft er nu toch mee te maken, ik geef het eerlijk toe. Precies. Nee, maar dat soort spelers zijn natuurlijk gewoon heel goed. Ja? Ja, en heeft niks met de club te maken. Hoewel ik wel dat die team of die nominee dan naar Neymar gaat en niet naar Hazard. Wat dan? Ja. Vind ik het toch pijnlijk. Maar wat nou als Kanté bij Arsenal had gespeeld? Dat had hij voor mij niet meegedaan. Nee, oké. Dan was hij voor mij lucht geweest. Precies. Maar goed, dat is niet het geval. Precies, jongen, komt allemaal goed. Daarom. Kijken of we nog goed gaan komen voor Menno. Laten we het hopen voor hem. Vond je een goede brug? Vond je het een goede brug? Ik vond het mooi gedaan. Ja. Dat deed je wel redelijk, ja. Dankjewel. Ik probeer daar wat een beetje op te oefenen ook. Dat je langzaam die bruggetjes wat meer in... Maar ik moet toch zeggen, Menno... Nou, je moet niks. Laten we wat voor je tegenstand gaan. Natuurlijk. Ja, Menno is wel aardig. Kijk, ik zeg natuurlijk niet dat Menno een slechte speler is. Want je komt niet dat probeer je wel. Dat insinueer je wel. Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Mag Menno graag in verstand van FIFA ook. Ja. Ik spreek hem af en toe wel eens over FIFA, hij heeft wel gewoon goed verstand van FIFA ook. Is dat ook wel hoe jij nu LI3 hebt gehad? Ja, zeker. Okay. Ja, ik wou het eigenlijk nog niet vertellen, maar... Nee, maar dan doe ik dat bij deze. Nee, maar toch... misschien verwacht je ook meer van Renzo op een of andere manier, omdat hij op Xbox echt een top 100 speler. Ja. Ja, nee, richting ik denk top 100. Ik denk dat je überhaupt over het algemeen meer van Renzo kan verwachten, maar... Het wil niet zeggen dat Menno niet leuk meedoet. Maar nee, ja, aan de andere dat kant... Dat zeg ik juist. Dat hij goed meedoet. Ja, maar ja, aan de andere kant, het staat er wel nog gewoon nog steeds 1-0 voor Fortuna. Dus precies. We prijzen Menno om zijn spel, maar ja, er moet wel iets van gaan komen. Hij heeft 3 goede kansen gehad om het doelpunt te maken. En heeft hij niet benut. Als je ze niet benut, kun je nooit winnen. Precies. Is ook zo inderdaad. Helemaal gelijk. Nu dan. Nu dan, heel veel ruimte. Nu dan. Laat het zien, jongen. Laat het zien. Hier dan. Oh, wel goed getimed. Goed safe. Had hij misschien zijn eerste keer dat hij klonken er iets harder in moeten doen. Wat vind je ervan dat Renzo de Courtois gebruikt en niet Team of the Year de Gea? Ja, het is vind je het raar? Nee, het is gewoon wel wat voor keeper je prefereert. Ja, maar ja, de Gea is echt 6 ratings hoger. Ja, nee, maar er zijn heel veel mensen die de lengte van Courtois chill vinden. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld een Beetsen, om hem even te noemen, die ook regelmatig de bonden haalt. Een YouTuber, terwijl hier Fortuna komt. Heel mooi. En die gaat scoren. Oh, nee. Beetsen, die ook eigenlijk een FIFA-YouTuber is, maar ook de wonderspeler sinds kort, heeft dus ook een full team of the year team. Meen je niet? Met Courtois. Oké. Dus ja. Ja, dat vind ik net waar je voorkeur ligt. Ja, nee, precies. Ja. Ik moet persoonlijk zeggen, ik vind Courtois niet fijn. Nee, niet. En ik heb ook De Gea. Ik ben zelf gewoon fan van Oblak. Heel simpel. Ah, oké, okay, dat mag ook. Oh, dit is een penalty. Benno, ja, het is ongelukkig. Ja. Nou ja, ongelukkig, maar het is gewoon een goede actie. Hartstikke. Ja, dit is een goede actie. En dan kan die zomaar vallen. Ja, hij kan die gemiste kans net een beetje goed maken. Ik denk dat hij door het midden gaat. Oh, Menno pakt hem gewoon. En Menno is still alive. Still in this. Want we hebben natuurlijk 2 potten voor de duidelijkheid. Natuurlijk. Dus hij is... Je weet allemaal hoe het werkt. Een heen- en weerpot.
een first leg en een second leg. Ik dat Sittard en Breda niet zo heel veel van elkaar afleggen. Nee. Op een neerreizen valt het mee. Hoeveel kilometer schat je op? Ik denk Sittard en NAC. Toch wel een kilometer of... 20, 30? Zoiets, misschien wel meer er wel hoor. Ja? Ik denk wel toch wel 50 dat hij aantikt. Sittard? Ja, lastig te zeggen eigenlijk. Zullen we het gewoon even opzoeken? Nee. Nee? Bas, ik ben even nu gefocust, niet op jouw commentaar, maar wat hier gebeurt. Ik zie dat Renzo... Maar wat gebeurt er? Vertel, want dan moet je het ook vertellen aan die mensen. Nee, ik ga het niet vertellen ook nu. Oh. Ik ben ook even nu klaar mee. Oké. Okay. Maar ik vind het heel opvallend dat Renzo ineens een paar hele goede kansen uit elkaar krijgt. Okay. Die bal op de paal, die penalty. Nou, misschien komt dan omdat NAC aandringt. Dat zou kunnen, dat er daarvoor ruimtes wat vallen. Ja. Dat zou serieus mee kunnen spelen natuurlijk. Hè. Is een optie. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. 2 minuutjes. Waarvan er al een half voorbij is. Dus nog anderhalf minuut. Renzo, kan hij nog een dreuntje uitdelen op de valreep? Dat is zal de vraag. Niet gaan. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee, de wedstrijd gaat hier eindigen. Lijkt me zo, tenzij er hier nog iets gebeurt. Ja, nee, ja, ja. Nou. Oh, is vrije trap nog. Vrije trap nog, oké. Okay. We gaan nog even door. Waarom ook niet eigenlijk? Neymar Junior achter de bal. Hetzelfde gaat voor Ronaldo en Gullit. Gullit loopt overheen. Neymar, ook. Hetzelfde verhaal. Ronaldo legt hem af. Messi dan, de vierde man komt erbij. Schiet er niet. Nog een keer. Nee. Van Sittard naar Breda is 130 kilometer. 130? Ja. Wie zou je? Oké. Okay. Dat geheel te zeiden. We zien jullie mijn side note. Terug bij pot 2. Kijken of er dan nog wat moois kan gebeuren tussen Fortuna en NAC Breda. Dank jullie wel. You. Ben je tevreden met deze uitslag? Nou ja, niet tevreden. Wel blij gewoon dat het een overwinning is natuurlijk, 1-0. Maar ja, als je een penalty mist en grote kans op de paal. Ja, dan had het toch wel... Ik had er iets comfortabeler bij kunnen staan nu. Want je hebt ook op de PlayStation gespeeld natuurlijk, vorig seizoen zeg maar. En op de Xbox ben je beter. Is nu ook de druk wat hoger op jou? Nou ja, de druk is zeker aanwezig, want we hebben ook een hele sterke pool weer. En ja, je weet, tegen NAC waarschijnlijk moet je de punten gewoon gaan pakken sowieso. Dus ja, maar ik ben overtuigd van mijn eigen klasse, dus ik zit er wel lekker in. En hoe was het om met die Team of the Year spelers te spelen? Ja, ik moet zeggen, ik vind het nog niet heel prettig, moet ik toegeven. Dus thuis heb ik zelf dan wel Team of the Year Marcelo als enige. Maar voor de rest, ze hebben me nog niet echt overtuigd. Komt dat? Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat het misschien komt dat de gameplay gewoon wat traag is. Dat je nog niet echt heel veel merkt. Maar ja ik weet niet of ze echt een heel groot verschil maken. Ja, Menno, de kop is eraf, ook voor jou. Helaas de eerste wedstrijd verloren. Een kleine nederlaag. Maar wat mij vooral opvalt, hè, je hebt de Team of the Year spelers die zijn onlangs uitgekomen. Mbappé, Messi, Ronaldo, noem maar op. Maar ja, jij kiest toch voor Rosheuvel. Ja, die heeft toch iets wat die anderen niet hebben. En dan blijft hij er toch in staan. Ja, want jij bent niet onder de indruk van Mbappé bijvoorbeeld. Nee, ja, wat moet je daar nou mee? Die gast heeft 5-6 skill moves en Rosheuvel heeft er 3-2. Vind ik meer dan genoeg. En dat is dus de hele afweging om gewoon lekker door te gaan met Rosheuvel en dus niet Mbappé. Ja, en Rosheuvel is gewoon een held, dus die moet er gewoon in blijven staan. Kijk aan. Tot zover Rosheuvel, want desalniettemin heb je toch de eerste wedstrijd verloren. Maar ja, je staat weer op 0. Wat is er mogelijk dit Xbox seizoen? Nou, ik heb wel een hele zware pool, moet ik zeggen, met Feyenoord, Groningen, Excelsior, Fortuna dan. Willem 2, dus het gaat lastig worden. Maar ja, je ziet ook, ik heb nu 1-0 verloren. Dus in de tweede wedstrijd is alles nog mogelijk. Ik had nu ook mijn kansen. Ook een penalty gestopt en tegen de paal van Renzo. Dus dat had ook meer tegen kunnen zitten, zeg maar. Maar alles is nog mogelijk. En Xbox ligt maar iets beter. Basic Fit. KPN. En Fox Sports. Partners van de Eredivisie.